als de kinderen echt veel in spelen, vind ik niet zo fijn. En mensen de honden erin laten poepen, dat vind ik nog minder. Maar Wadi is op zich prima. Is goed. Ons klimaat verandert. We krijgen vaker te maken met periodes van extreme droogte. Die worden afgewisseld met heftige hoosbuien, waarbij het massaal gevallen water nauwelijks meer weg kan. Waardoor soms straten blank komen te staan. Gelukkig zijn wij in Nederland meesters in de strijd tegen het water. In veel nieuwbouwwijken wordt tegenwoordig het teveel aan water op creatieve wijze opgevangen. We gingen kijken in de wijk De Leeste in Zutphen. Deze regenpijp is geïntegreerd in de woning, waarmee het water zo naar beneden loopt. Keurig, hier, zichtbaar, door de goot, naar de stoep loopt. Gewoon over de stoep heen blijft lopen. En dan op straat komt. En dan vervolgens aan de andere kant van de straat in de Wadi terechtkomt. Waar het kan blijven staan en kan infiltreren. En op die manier hebben we prachtig het water weer in de wijk gehouden. Iedereen heeft ondertussen wel gehoord van klimaatsverandering. Nou, het klimaat verandert ook. We worden langzaam steeds meer, dat de buien intensiever worden. Niet zozeer dat het vaker gaat regenen als wel de buien met een hogere intensiteit komen. De riolering is daar niet op uitgelegd. Dus het is veel beter om te zorgen dat het regenwater eigenlijk gewoon in andere systemen terecht kan komen en daar kan infiltreren. We moeten weer ergens dat water laten. En dat kan niet meer in riolering. Dus dan zijn wadi's een prachtige plaats om het te laten. En dan vertraagd af te voeren. In nieuwbouwwijken houden we er rekening mee dat er inderdaad een klimaatsverandering is. En dat er heel veel ruimte nodig is om het water te bergen. We hebben natuurlijk in Nederland, zeker hier in de Achterhoek, nog heel veel oude kernen met een hele hoop vaartoppervlak. Met oude riolen die daar niet op ingesteld zijn. Ja, daar zit toch wel een punt waar we de komende 50 jaar wat aan moeten doen. Wat in deze retentievijver komt, dat komt uit de wijk. Het water zal stijgen als het heel hard regent. Extreme buien, dan kan het misschien wel een halve meter stijgen. En als de wadi vol is, dan heeft hij een overloop op een retentievijver. Ik denk dat ook iedereen zich ondertussen wel beseft dat het regenwater opvangen in de wijk juist een voordeel kan zijn om de leefbaarheid in een wijk en de omgeving beter te laten worden. Je ziet dat gemeenten steeds vaker openstaan om burgers mee te laten praten in wijken. Van hoe het eruit kan komen te zien. En ook het gedeelte, hoe kunnen we met water omgaan. Ik denk dat de tijden dat we al het water zo snel mogelijk afvoerden en weg wilden hebben uit het zicht, dat dat voorbij is en dat we steeds meer beseffen dat we met water moeten leven. Dit is uw wadi, bent u er blij mee? Ja. We zijn er nu in de zomertijd is het lekker droog, maar we hebben hier soms hele sloten en dat is ook wel leuk eigenlijk. Op zich ben ik daar wel blij mee. Dus hij functioneert nou, dus het was in het begin wel anders. Het eerste jaar wel problemen mee gehad. Mooi ruimtelijk en toch ook mooi voor de afwatering, zeg maar, waar hij voor bestemd is, volgens mij. Heeft u hem al eens volgezien? Behoorlijk, ja. Als de kinderen echt veel in spelen, vind ik niet zo fijn. En mensen de honden erin laten poepen, dat vind ik nog minder. Maar Wadi is op zich prima. Is goed. Voor het milieu, water gaat weer terug. Dus dat is alleen maar goed. Ja, hij doet het goed voor zover het water afvoeren moet.
In het begin was het een beetje aftasten van kan een wadi het aan, ja of nee. Maar op een gegeven moment hebben we toch besloten om een overstort te maken. Dat wanneer die te vol komt, dan gaat het water op een alternatieve manier de wijk uit. Dat werkt goed, alleen ja, daar wordt ook wel een beetje misbruik van gemaakt. Er komt wat rommel in, mensen laten de honden erin uit en dat soort dingen. En heeft u hem al in actie gezien? De wadi? Heel erg vol. Aan het begin stond hij echt tot de nok toe vol. Dat is wel heel erg gevaarlijk natuurlijk. Maar nu loopt het goed leeg. Als het hier vol loopt, het loopt hier echt vol. Nou, dan zie je echt hoe het water langzamerhand weer teruggegeven wordt aan de natuur. U gaat er nooit even gezellig in zitten? Nou, wij hebben hier al in de droogtijd, dan hebben we wel eens de tent opgezet hier. Dat wel. Water is kostbaar. Daarom willen we ons regenwater langer vasthouden. En maken we waterpartijen in steden en dorpen. En meer natte natuur in het buitengebied. Dat heeft niet alleen te maken met de klimaatverandering en extreme regenval. Water langer vasthouden voorkomt verdroging van de bodem. En dat is beter voor onze natuur en voor onze landbouw. Als Waterschap Rijn en IJssel proberen we steeds slimme oplossingen te bedenken om op een goede manier met ons water om te gaan. Heeft u daar ideeën over? Wilt u rechtstreeks invloed uitoefenen? Stel u dan beschikbaar voor ons algemeen bestuur. Kijk op onze website kiesvoorwater.nl. Kies voor veilige dijken, kies voor schoon water en kies voor een leefbaar landschap.